Junior van De Villa Junior. Vanavond veel volk, de persvoorstelling, zullen we maar zeggen, van De Villa Zinnen, de zomereditie. Wat je een beetje zijn, wacht. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje afwachten welk resultaat we gaan kunnen neerzetten. We hebben er eigenlijk weinig ervaring mee. Het is onze tweede editie dat we uitbrengen, maar we moeten wel zijn dat iedereen laaiend enthousiast is en dat we eigenlijk wel heel tevreden zijn van het resultaat. Wat kunnen we vinden in De Villa Zinnen? Wel, de bedoeling van Villa Zinnen was eigenlijk een lifestyle magazine te brengen, waar dat Villa centraal staat, maar waar dat zeker ook al onze conculega's aanwezig zijn. Op restaurantvlak hebben we bijvoorbeeld een goede samenwerking met Capriani, ook Versus, met Ipanema staat erin, ook de mensen van Knokken, Blue Buddha Beach staat erin. Dus eigenlijk een beetje ja, een mix van fashion, fleet, kunst, want we hebben ook een kunstenaar, een Antwerpse kunstenaar, ook van DJ's, dus eigenlijk een beetje een mix van alles. Ja. Voor alle doelgroepen eigenlijk. Ja, en ook een aantal interviews heb ik gezien. Ja, we hebben het geluk dat we Erik Vallooi hebben kunnen strikken. Met een prachtig interview over zijn nieuwe film die uitkomt, De Premier. Dat zijn eigenlijk ook heel veel mensen die de laatste tijd regelmatig in de villa komen. Dus de ziel van de villa is terug te vinden in de Villa Zinnen. Ik sta hier bij Erik Vallooi, een beetje bibberend dat je bij de grote man staat, de Vlaamse regisseur. Ja, ik ben heel Erik, groter dan jij. Ja. Ja. Oké, okay, klein maar dapper, rapper en knapper. Maar ja, zwart. Ja, is dat. Nee, Erik, vandaag is het, vanavond is het hier in de villa. De persvoorstelling van De Villa Zinnen. Ja. Mooi exemplaar. Je hebt er net in geblaard. Eerste reactie. Ik roken. Heel belangrijk. Dat is het eerste wat je moet doen met een magazine. Is er aan ruiken. En dit is het best ruikende magazine dat ik ooit geroken heb. Ja. Ja. Dus dat is al goed. En als je dan dat open doet, dan zitten er ja, mooie foto's. Is er iets over De Premier? Oh, ja. Want, meneer Vallooi, Erik, jij hebt een nieuwe film gemaakt. Ja, De Premier. En in oktober komt er een nieuwe film van jou uit. Vertel eens iets meer over, heel kort. Mijn bedoeling, het gaat over de premier van België die ontvoerd wordt. En die te horen krijgt dat hij de dag alleen zal overleven als hij de persoon die hij die middag ontmoet, vermoordt. En de persoon die hij die middag ontmoet is de president van Amerika die in België op bezoek is. En hij zegt natuurlijk van ja, ik doe dat niet, maar dan blijkt dat zijn gezin wordt vastgehouden. En dan wordt dat zo één film, ja, het is een soort Bourne Identity, het is een actiefilm. Is het een misdaad thriller of... Wat? Is het een misdaadfilm? Ja, het is misdaad. Ja. Ik hou van misdaad in films. Maar waar de inspiratie? Inspiratie, ik wou dat ik kon vertellen dat het, ik wou dat ik er een heel mooi verhaal over kon vertellen, maar de inspiratie komt gewoon van op een lichtstoel in Tenerife. Ik lag op een lichtstoel in Tenerife en ik dacht, wat moet ik nu doen om de zaak Alzheimer en Loft nog te overtreffen? En dan kwam dit verhaal. Ik vond dat een strafverhaal. En ook de bedoeling, ik wou eigenlijk de spannendste film ooit maken. Dus een film die je van begin tot einde heel spannend. Dus je stopt nooit. En ooit. Dat is nogal arrogant, zo is het niet bedoeld. Maar ik denk dat het de mensen zal bevallen. En dat Charlene. En wie komen we tegen? Too Impressed, een van de meisjes, Charlene. Charlene, jullie staan in de Villa Zinnen. Het is vanavond trouwens de persvoorstelling, de première. En je staat erin, samen met jouw collega. Vield. Klopt. Heel mooi. Supermooi artikel, ja. Mooie foto's. En de Villa is voor jou ook niet onbekend, hè? Nee, absoluut niet. We hebben hier al een paar keer opgetreden. Altijd kei plezant, dus kei leuk, ja. Slotvraag, want ik weet, je hebt het heel druk. Je moet zo dadelijk vertrekken. Deze zomer, heel druk programma. Ja, een heel druk programma. Onze zomer zit stampvol. En we staan als kers op de taart op het grootste festival van Europa. Op het Sziget Festival in Hongarije. Dus daar kijken we ook heel hard naar uit. En los van alle festivals gaan we ook nog heel hard bezig zijn met produceren in de studio en zo. En onze eigen sounds brengen, dus... Nog heel ambitieus. Heel ambitieus. Wat staat ze te pronken met De Villa Zinnen, Charlotte? Ja. Are you happy? I am happy, yes. Ja. Het is de tweede editie van Villa Zinnen. Ja, inderdaad. En ik ben heel blij met het resultaat. Ik ben heel trots op alles wat erin staat. Vooral ook mijn vader heeft heel veel inbreng gehad in alle teksten. Hij heeft alles zelf geschreven. En voilà, ja, ik ben heel blij met het resultaat. Het mag er zijn.